Jeremia, riep sie heel hard. Volk Israel, waarom hast du mich verlassen? Zoiets. En de deuren stonden open van de balkondeuren van de muidergast. En dat geluid kwam terug, dat echo van Volk Israel. Dan schrokken we wel even. Na 4 jaar lang verhuizen van onderduikadres naar onderduikadres, verlaat het Joodse echtpaar Anstad het adres op de Prinsengracht. Ze besluiten met vervalste persoonsbewijzen zelf een huis te huren in het bezette Amsterdam. Wij waren dus eigenlijk op zoek naar een ander huis. En dat was toen minder gevaarlijk omdat we dus al die persoonsbewijzen hadden. We hadden dus al legitimatie. En zo zijn we eigenlijk een beetje door de stad gelopen. En toen kwam het idee, laten we eens gaan kijken in de Jodenbuurt. Want daar zijn dus een heleboel huizen vrij, omdat daar een heleboel Joden al gedeporteerd zijn. En zo kwamen we dus op de Muidergracht en daar zagen we staan huis te huur bij Petrus van Brugge. 44, toen was eigenlijk de deportatie voltooid, hè? En de aandacht van de Duitsers ging naar andere dingen uit, omdat die oorlog voor hun niet bepaald gunstig verliep. En zo werd het verzet in de jaren 44 sterker. Nou, ik ben er naartoe gegaan en ik heb gezegd dat ik dolgraag dat huis wil huren. En zo is het begonnen. Dus ik kreeg een formulier, ik moest mijn persoonsbewijs laten zien. En daar zat ik dan en daar boven zijn bureau daar hing of Mussert of Hitler. Eén van de twee, heel zeker weet ik dat niet meer. Maar het was angstaanjagend. En kon het gebeuren. Een van de onderduikers bij ons was Rob de Vries. Rob de Vries was later een hele bekende acteur. Maar in die tijd was hij nog een beetje een beginner. En die heeft contact gehad met de hele Amsterdamse band van acteurs. En die acteurs wilden wel eens optreden in gesloten kring. En zo heeft hij ervoor gezorgd dat we eens in de 2 weken een of andere acteur kregen die optrad voor allemaal onderduikers die naar de plantage Muidergracht kwamen. Rob heeft wel menig prettige toneelmiddag gegeven, weet u dat nog? Oh ja, ik herinner me dat nog heel goed. Dat was een krankzinnige geschiedenis, midden in de hongerwinter, die middag bij jou thuis, Milo. Ja. Hoewel ik me nog herinner dat een keer ook had je Erik Schoenlang, ik weet niet wat er van nog gebeurde is, die Jeremias van Stefan Zweig voordroeg. Volle geluid, volk, Israël, heur. Dat schalde eigenlijk door die ruiten heen, over de gracht heen. Ja. Dat midden in die oorlog. En de deuren stonden open van de balkondeuren van de Muidergracht. Dus we hadden werkelijk, we waren eigenlijk al zo bezeten van de aanstaande vrijheid. Want Duitsland had al verloren, alleen ze waren er nog niet. Dat je dus toch de gevaarlijkste dingen deed. Hè? Wij hadden enorm goede documenten. Hè? We werden op een gegeven moment zelfs gearresteerd en op basis van die documenten weer vrijgelaten. Dus toen hadden we het gevoel van, wij staan sterk. Hè? En we waren net even in de 20, dus we waren overmoedig ook. Hè? Het is overmoed, zo blijkt in 1944. Een Duitse soldaat houdt hen aan in een boekwinkel. De Duitsers verdenken de eigenaar van verzetspraktijken en beschouwen alle bezoekers als medeverdachten. Ze verhoren Lidie en Milo apart van elkaar. Onderwerp, hun eventuele Joodse achtergrond. En er stonden een aantal NSB'ers rondom mij te begluren aan alle kanten. Ze heeft wel donkere ogen en weer een ander zei... Er is iets met haar oorboog. Ja, oorboog is niet in orde. Hè? En dus je hebt Joodse kenmerken, toch? En ik zei, ik heb er geen studie van gemaakt. Je kunt zeggen op een gegeven moment dat juist die jeugdige overmoed
je een houding heeft gegeven waardoor je ook in gevaar in staat was om goede antwoorden te geven. Ik heb me wel eens afgevraagd waarom heb ik dat, was ik zo stoer in die tijd? Was het gewoon gebrek aan fantasie, wat er eigenlijk allemaal wel los was in die kampen waar al die Joden naartoe gingen? Het was een wonderlijke tijd. En achteraf kun je zeggen, een wonder dat je het overleefd hebt.